Met welk thema rondom wereldburgerschap ben je al aan de slag en op welke manier? Ik ben met twee projecten bezig binnen de HAN. Eerste het project wereldburgerschap, het model. En tweede het project, Comenius project, Raising Global Citizens at Home. Dat is internationalisering at home. Wereldburgerschap begint met het begrijpen van interculturele verschillen, sociale en ecologische kwesties. Als je hierover meer wil weten, volg het project Raising Global Citizens at Home. Wij kunnen dit allemaal toepassen in het onderwijs. Ik ben niet met een heel specifiek thema rondom wereldburgerschap bezig. Meer in zijn algemeenheid, omdat ik vind dat wereldburgerschap heel erg met onderlinge verbondenheid te maken heeft. Dus wat wij hier doen, wat het ook is, heeft ook gevolgen voor mensen aan de andere kant van de wereld. En om dat ook duidelijk te maken aan studenten, wijs ik ze er vaak ook op dat ze eens moeten kijken naar informatie die NGO's leveren. Want dat zijn degenen die vaak onderwerpen al adresseren. En door die informatie te gebruiken, bijvoorbeeld bij hun onderzoek, worden ze, mijns inziens, ook vanzelf al bredere wereldburgers. Ik ben aan de slag met diversiteit en inclusie. En waar ik met een collega mee bezig ben en heel veel medewerkers en studenten in de HAN, is om na te denken wat we dan precies verstaan onder een inclusieve hogeschool. En wat dat bijvoorbeeld voor betekent voor hoe je studenten opleidt. Dus dat vraagt wat aan inclusieve competenties van docenten aan de ene kant. En aan de andere kant ook vaardigheden en kennis die je studenten wil meegeven. Bijvoorbeeld het omgaan met verschillen en verschillen waarderen. Dingen vanuit meerdere perspectieven bekijken. Dat is waar ik mee bezig ben.